Hallo guys, Joppie hier, ik hier de Tuber. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie iets heel speciaals. Jullie zien hier al een hele mooie nieuwe portal staan. En ik weet dat jullie de video's waarin ik zeg maar nieuwe dimensies en nieuwe portals ga laten zien erg leuk vinden. Ik heb tenminste gezien aan de likes en aan de reacties daarop dat jullie het erg leuk vinden. En daarom vandaag weer een nieuwe Minecraft dimensie. Deze Minecraft dimensie die brengt meerdere nieuwe dingen met zich mee. Nieuwe mobs, nieuwe blokken, een nieuwe omgeving eigenlijk wel. En met een omgeving bedoel ik dan de kleur van de lucht, de kleur van de grond en al dat soort dingen. We gaan er weer wat leuks van maken. Om mee te beginnen, hoe maak jij de portal naar de nieuwe dimensie, wanneer jij deze mod uiteraard hebt geïnstalleerd? Heel simpel, je hebt er goud voor nodig en vervolgens plaats je dat goud op de manier hoe je normaal gesproken netherrack plaatst obsidian om een nether portal mee te maken. Vervolgens heb je een Mercury portal item nodig, waarmee je dan de portal kunt aanzetten. Jongens, ik ben eigenlijk nu inmiddels al wel weer ready om naar de nieuwe dimensie toe te gaan. Het is een beetje raar, is tenminste wel iets wat mij opviel, is dat hier zeg maar nu pigments omheen lopen en dat die ook een beetje uit die portal komen. Terwijl, voor zover ik weet, is het zo dat juist alleen met de netherport dat het geval is. Maar misschien is dat nu ook wel zo. Ik heb de dimensie nog niet gezien. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik heb alleen gelezen wat ik kon verwachten. En ik ben benieuwd of het aan mijn verwachtingen gaat voldoen. In ieder geval, doe even een blauw duimpje omhoog. Laten we kijken of we de 3000 likes zouden kunnen halen. Als we de 3000 likes halen, ga ik zo snel mogelijk weer een nieuwe dimensie video proberen te produceren en droppen, et cetera, et cetera. Dus let's get right into it, jongens. De nieuwe dimensie. Ik kijk even die kant op. Jullie zien het op dit moment al. Ik nog niet. En, oh! What the fuck? Oké, dit is pretty interesting, I guess. Wat is het blok waar ik op sta? Laten we daar even mee beginnen. Dat heet Mercury blok. Of rock zelfs. Het is dus een soort van steen. En het heet dus Mercury. Mercury, dat is zeg maar ook de naam van dit ding. Wat dus een soort van item is om de portal mee aan te zetten. Dus Mercury is schijnbaar de naam van de dimensie, denk ik. Ik zie daar, zie ik een soort van alien. Deze alien die doet mij heel erg denken aan de film Monsters & Co. Ik weet niet of jullie die film ooit hebben gezien met al die deuren. En achter een deur zat dan zeg maar weer een kamer van een bepaald iemand. Van een jongetje of een meisje. En het was dan zeg maar de taak aan die monsters om dat desbetreffende jongetje of meisje bang te maken. Hele leuke film. Heb je die niet gezien? Ga maar een keer kijken. Geloof me, ik hou ook echt van Disney films. Het is iets wat jullie waarschijnlijk helemaal niet van mij weten. Maar ik vind Disney films eigenlijk altijd wel erg leuk. Maar nee. Dat is dus een bepaald soort beest. En oeh, een deadly alien is het. Een dodelijke alien. Oké. Seems legit. Beetje eng, want ik weet niet wat er gaat gebeuren wanneer ik zo direct dan, zeg maar, die alien ga aanvallen. Want ik zit nu natuurlijk nog in game mode 1. Zometeen als ik in game mode 0 zit, zullen ze me waarschijnlijk wel gaan proberen aan te vallen. En hij heeft een soort van zwaard vast. Ik weet niet wat dat voor zwaard is. Er zit een soort van rode gloed omheen. Is geen normaal zwaard in ieder geval. Dan zie ik, hier zie ik nog een beest. En dit is de normale alien. Dus degene die één oog heeft is de dodelijke alien. En degene die gewoon twee ogen heeft is de normale alien. En ze hebben ook allebei een ander zwaard vast. As you can see. En dan hebben we dit. Ik weet niet wat dit is. Dit is de alien big. Wat krijgen we wanneer we die dood maken? Gaan we gewoon even proberen om hem dood te krijgen. En dan gaan we kijken wat hij dropt. Wacht even. Oh, kijk. Dit is waar ik het over had. Hier hebben wij een alien soort. En een Sword of the Planets. Oftewel een zwaard der planeten. Die is sowieso sterker dan het alien zwaard. Ik denk dat als je hier een big mee slaat, dat hij in één keer dood is. En hij dropt ook iets. Namelijk alien vlees. Wauw. Ik denk eerlijk gezegd wel dat als ooit de aliens op aarde komen, dat zeg maar wij de lul zullen zijn in plaats van de aliens. I don't know. Ik heb gewoon het idee dat aliens wel iets sterker zijn dan mensen. Als ze überhaupt bestaan. Ik denk van wel. Maar dat is iets waar we heel erg lang of kort over kunnen gaan discussiëren. Dus laten we dat maar even niet gaan doen. Wat krijgen we als we deze chappie doodmaken? En kunnen we hem überhaupt doodmaken? Dat kan inderdaad. Hij dropt sowieso weer zo'n zwaard. En hij dropt een planetary. Ik kwam een beetje consumptievrij, was niet helemaal mijn bedoeling. Maar een planetary gem. Dat is een soort van iets, ja, een soort van oor. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien. Het is eigenlijk ook, het heeft de textuur van een diamant. Alleen de kleuren van iets anders. Dan hebben wij ook nog, als het goed is zag ik net nog iets anders lopen. Oh ja, deze, ja, die hebben we nog niet gekild. Wat krijgen we als we die doodmaken? Dat is twee klappen. Daarvan krijgen we zo'n alien gem. En dat is wat anders dan de Mercury portal items. Ze zien er wel hetzelfde uit. Alleen met deze doe je dus de portal aan. En hiermee maak je waarschijnlijk gewoon een zwaard of armor of ik weet niet wat je dan allemaal mee kunt maken. Dan zie ik hier, zie ik allemaal zombies lopen. Alleen elke zombie die heeft zeg maar ook weer zo'n ding vast. Wat is dat? Oh, dat is gewoon zo'n alien gem. Oké, en daarmee kun je dan waarschijnlijk uiteindelijk weer iets maken.
Het is een interessante dimensie. Ik moet zeggen, ik vind het er best wel cool uitzien. Maar zijn er meer mobs die wij kunnen spawnen? Want ik zie er namelijk hier nog wat meer. Ik zie hier de Alien Enderman. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik zie hier de Frozen Alien Pig. Ik zie hier de Surge Chandler. Klinkt heel episch. Dus laten we die eerst even gaan proberen. Te beginnen met de Enderman. Wauw, oké, interesting. Hij ziet eruit als eigenlijk gewoon echt een beetje een persoon. Ik bedoel, de alien heeft normaal gesproken hele lange ledematen. En dat is in dit geval is dat niet zo heel erg opvallend. Dus wat gebeurt er wanneer wij hem doodmaken? Wat dropt hij? Oké, hij dropt wel degelijk iets. Namelijk een alien gem. Oké, dus belangrijk om te weten van deze mod is... In deze dimensie zijn er een hele hoop verschillende soorten mobs. En de meeste droppen eigenlijk gewoon simpel gezegd een alien gem. En zo... Oeh, wat is dat? Wat? What the fuck? Wat is dit? Hallo? Kan ik met jou ruilen? Of wat? Dit is gewoon een villager. Ik moet zeggen, jongens, de skin hadden ze wel wat mooier kunnen maken. Het ziet er een beetje uit alsof het een villager is met een of andere ijsvlek of zo op zijn gezicht. Of een aidsvlek. Oh, ze droppen wel wat, of niet? Waarschijnlijk droppen die ook gewoon van die normale alien gems. Wat wel trouwens opvallend is aan deze dimensie, is zeg maar elke normale Minecraft mob die je zeg maar ook in de nacht kunt tegenkomen in de normale Minecraft wereld. Zoals skeletons, creepers, endermans onder andere. Die vind je hier ook gewoon. Dat is wel apart. Je zou bijna zeggen dat het dus gewoon zo is dat dit eigenlijk gewoon de normale Minecraft wereld is. Maar dan in een ander universum met dus alien soorten van de normale Minecraft mobs. De Frozen Alien Pig, die hebben we nog niet uitgeprobeerd. Oh, nou, die ziet er eigenlijk hetzelfde uit als de normale alien pick. Alleen deze is blauw en deze die is groen. Ik vind het wel leuk. Het doet mij een beetje denken aan echt een soort van tweede planeet. Het zou best wel leuk zijn als je in normaal Minecraft een raket of zo zou kunnen maken. Waarmee je dit soort planeten zou kunnen bezoeken. Ik zou het oprecht wel grappig vinden. Wat dropt deze? Dropt hij nou wat anders? Oh ja. Frozen alien meat. Oh, waarschijnlijk kun je dat dan in een furnace doen. En dan krijg je natuurlijk het normale alien meat. En deze, de Surge Chandler. Oh... Oké, that's very interesting. Ik ga mijn inventaris even clear doen. Ik pak even wat golden apples erbij. Echt een hele hoop. Ik heb trouwens ook nog de inventory pets bot. Dus we kunnen ook een bepaalde pet erbij pakken die ons misschien gaat helpen om zo meteen die eindbaas te gaan bevechten. Deze bijvoorbeeld. Deze. Oh, daar heb je een minuut lang kun je geen damage krijgen. Die is wel leuk. Zullen we gewoon een hele hoop van die dingen in onze inventaris doen? Een spin, daar kunnen we geloof ik snel rennen. Een wolf, daar kunnen we een wolf spannen die ons gaat helpen. Ja, dat is ook wel handig. En dan pakken we even een chestplate. Is er ook een ander soort chestplate? Nee, er is geen ander soort chestplate. Dus in deze mod heb je wel andere soort wapens, maar je hebt geen andere soort armor. Vind ik wel een beetje tegenstrijdend. Ik had het wel leuk gevonden. En dat zwaard wil ik hebben. Zo. Oké. Nou jongens, daar gaan we. Game mode 0. Oh shit, daar komt hij al. Oh nee. Oh nee, daar is hij al jongens. Is hij sterk? Hoe sterk is hij? Hij is best wel sterk jongens. Dit voelt echt gewoon als een echte PvP battle met iemand in Minecraft. Want ook al heb ik echt best wel een heel goed zwaard. Dit is ongeveer twee keer zo sterk als een diamond sword wat ik nu in mijn handen heb. Alsnog is het best wel heel moeilijk om deze guy mee in te maken. Ik heb ook het idee dat hij een soort van zombies inspant tijdens het vechten. Dus dat is op zich ook wel moeilijk. Maar wat ik zou kunnen proberen te doen. Ik kan hem natuurlijk gewoon proberen in de lava te krijgen. Is dat een idee? Of gaat me dat niet lukken? Ik denk dat het wel moet kunnen. Yes! Yes! Oh nee! Oh, dat helpt. Hij is heel sterk, jongens. Hij is een beetje immuun voor lava, denk ik. Bam! Oh, kom hier. Yes, ik heb hem. Oké, ik heb hem ingemaakt, jongens. Alleen dropt hij niet echt iets interessants. Waarschijnlijk is het gewoon een soort van de eindbaas in deze... Wow! Wow, jongens! High motherfucking jumps. Dat zijn hele hoge sprongen. Tot nu toe moet ik zeggen, jongens, een leuke mod. Ik ga er niet over liegen. Ik zou hem tot nu toe een 7,5 geven. Dat is gewoon ruim voldoende. Dat is meer dan voldoende zelfs. Ik zie daar een soort van sneeuw liggen, lijkt het een beetje. Of is dat geen sneeuw? Ik ga eens even kijken wat het is. Het lijkt op sneeuw. Ik zie er ook schapen. Dat is echt heel weird. Oh nee, het laat gewoon niet. Ik dacht al, sneeuw, dat is een beetje raar. Wat hebben we nog meer? Ik zie hier nog een aantal verschillende soorten blokken. Maansteen. Zie ik hier liggen. En ik zie hier Venus. Ja, weet je wat het is met deze mod? Als het goed is kun je meerdere portals neerzetten in deze mod. Maar dat heb ik zeg maar achter de schermen stiekem al een beetje geprobeerd. En dat lukte mij niet. Dus vandaar dat ik zeg maar alleen maar even deze dimensie laat zien. Als ik zeg maar de mobs individueel zou moeten becijferen. Geef ik de Space Pick of de Alien Pick of hoe je hem ook noemt. Geef ik gewoon een 8. Ik vind hem er super grappig uitzien. En ja man, I don't know. Ik vind hem er wel gewoon leuk uitzien. Uranus blok. En dan heb je hier, oh, er is ook een Alien blok. Wat? Hoe de fuck zou je dat nou weer moeten maken? Het is gewoon letterlijk een blok gemaakt van aliens. Like, oké, dat zou mogelijk moeten zijn, I guess. En ik zie hier een Jupiter blok.
Ik zie hier een Saturnblok en een Neptunusblok. Ik vind de blokken vind ik er wel mooi uitzien. Dat doet mij een beetje denken aan een soort van diamondblok. Maar dan nog iets zeldzamer op een of andere manier. Ik weet niet of jullie me daar een beetje kunnen voelen. Ja, hier. Weet je, ik ga voor jou een broertje inspannen. Jij varkentje. Zo, kijk. Zo. De familie is compleet. Yes, ik ben tevreden jongens. Dat vind ik een heel mooi moment om de video af te sluiten. Vond je dit nou een leuke video en vond je dit een epische Minecraft dimensie? En lijkt jou het ook vet om deze Minecraft dimensie in normaal Minecraft terug te zien komen? Doe dan even een blauw duimpje omhoog op de video. Abonneer natuurlijk even op mijn YouTube kanaal als je dat niet gedaan hebt. Ik moet zeggen jongens, de support de afgelopen tijd omtrent mijn Minecraft video's is nog steeds amazing. En ik kan niets anders zeggen dan dankjewel daarvoor. Het was je boy de YouTuber, bedankt voor het kijken. Doe een like, abonneer en tot de volgende keer. Adios.